Het zeilseizoen zit er voor mij dit jaar weer op, dus geen zeilfilmpjes meer. In de komende maanden zal ik wel wat filmpjes over pontjes, ponten en veerboten maken, want die hebben ook mijn belangstelling. Voor een klein deel zal ik gebruik maken van beelden uit vorige filmpjes van mij. In dit filmpje besteed ik aandacht aan de veren die je links ziet staan. Ik werk van klein naar groot en van vaart naar kanaal, naar rivier en zee. En begin bij dit roeibootje waarmee je de overtocht kunt maken naar het jachthuis bij de Vlietlanden bij Maasland. Hier vind je ook het pontje De Kwakel waarmee ik de oversteek maak van de Duifpolder naar de Broekpolder in Vlaardingen, waarbij 3 vlieten worden overgestoken. De bemanning bestaat uit vrijwilligers die met plezier hun werk doen. Ik heb hier geschaatst, gezeild in een open bootje en met mijn kano gevaren. Je zit hier midden in een natuurgebied, maar aan het kraanschip zie je dat de havens dichtbij zijn. Dan naar de veerpont over de Nieuwmeerwede bij Kop van het Land. Hier steek ik regelmatig met mijn vrouw over naar de biesbos om vogels te kijken. Deze keer ga ik heen en weer. Hier zie je hoe de pont door de stroom opzij wordt gezet. De schipper is zoals vele anderen op dit soort ponten een voormalige binnenvaartschipper. De Nieuwmeerwede wordt druk bevaren door binnenvaartschepen. Vervolgens de waterbussen in Dordrecht. Aan de Merwedekade kun je vertrekken naar veel bestemmingen zoals Gorinchem, Sliedrecht, Papendrecht, Zwijndrecht en Rotterdam. In het voormalige veerhuis kun je koffie drinken of, zoals ik al eens deed, afspreken voor een overleg met uitzicht. Ook vroeger voeren hier al pontjes in Dordrecht.
Van een tochtje naar Rotterdam van enige tijd geleden heb ik beelden. Toen heb ik vanaf de aanlegsteiger van de waterbus bij Krimpen aan de IJssel deze te waterlating gefilmd. Dan naar Vlissingen, waar ooit een veerboot voor alle verkeer voer tussen Breskens en Vlissingen. Die is opgeheven na realisatie van de Westerschelde-tunnel. Nu is er nog een voet- en fietsveer. Dit is een van de oude veerboten waar ik als kind op heb meegevaren. En dit is de huidige veerboot voor fietsers en voetgangers. Juridisch gesproken is er een verschil tussen veerponten en veerboten. Waar dit verschil nu precies in zit, weet ik niet. Het zal wel te maken hebben met de verkeersregels op het water waar ze varen. We vertrekken uit Vlissingen en dat is de Schengenhaven. Voor dat soort havens heb ik een paspoort nodig als ik daaruit wil vertrekken met mijn zeilboot. Op een veerboot hoeft dat blijkbaar niet. Toen ik nog niet filmde, heb ik hier veel gezeild en je moet hier goed opletten vanwege de drukke scheepvaart. Mogelijk keer ik hier nog eens terug voor leuke filmpjes. Hier zie je de aanlegsteiger in Breskens en rechts is de oude aanlegsteiger voor de autoveerboot. In dit hotel met dat prachtige uitzicht heb ik al eens overnacht met mijn vrouw. Aan de silo herken je Breskens. En dat is de boulevard van Vlissingen. De loodsdiensten op de Westerschelde zijn verdeeld tussen Nederland en België. En hier zie je een Belgische loodsboot. Vlissingen vanaf deze kant met de opvallende molen aan de rechterkant. Hier zie je de sluizen voor het kanaal de Walcheren. En dit is een Nederlandse loodsboot. En dan zijn we er weer.
tenslotte de veerboten van de Teso die varen tussen de Helder en Texel. Op Texel wordt aangelegd in de veerhaven en vroeger gebeurde dat nog in Oudenschild. De veerdienst wordt nu verzorgd door de Dr. Wagenmaker en de Texelstroom. De schulpengat die je hier ziet ligt nu nog in de veerhaven, maar gaat in oktober naar de sloop. Met de Dr. Wagenmaker vertrek ik naar Texel. En deze keer mocht ik een kijkje op de brug nemen van de Dr. Wagenmaker, waarbij ik een virtuele rondleiding door de machinekamer van de kapitein kreeg. Al met al een groot contrast met de oude Dr. Wagenmaker dus. En ik eindig met een hele grote veerboot van de Stenenlijn die naar Engeland vaart.